Helemaal goed dat je weer bent bij deel 2 van 15.2, het gehoorzintuig. Ik moest het filmpje even opbreken, omdat ik filmpjes van een kwartier op kan nemen. En de uitleg van het orgaan van Corti is erg belangrijk, want dat is echt de basis van waarom wij geluid waarnemen. Goed. Heel klein stukje daar nog over. Ik zei van, we zijn nu zover dat we weten dat dakmembraan gaat trillen. Maar het hangt dus af van de plek waar dat is, wat voor toonhoogte wij waarnemen. Ja, dus ik zat nog een keertje, ik zei hier, afhankelijk van de frequentie van het geluid, gaat ergens dat membraan mee trillen. Dus dat is niet, dit membraan trilt niet dan overal in dat slakkenhuis. Zie je hem zitten? Hier zit hij, daar zit hij, daar zit hij, daar zit hij, daar zit hij. Hij trilt niet overal tegelijkertijd. Blijkbaar hangt het af van de frequentie, dus de toonhoogte van het geluid. Elke plaats op het basilair membraan is gevoelig voor een andere trillingsfrequentie. Dat is dit stuk wat je hier ziet. Als jij het slakkenhuis uit zou rollen, hier is die nog ingerold en hier rol, 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 is die uitgerold. Dan zie jij dat helemaal binnen in het slakkenhuis ongeveer 100 hertz, in ieder geval lage trillingen per seconde waargenomen worden. En hier aan het begin hele hoge trillingen per seconde waargenomen wordt. Ja? Hier zie je een aantal voorbeelden. Trillingen van lage frequentie zullen dus hier het basilair membraan in trilling brengen. En hier gaat de gehoorzenuw dat dan verwerken richting de hersenen. Even helemaal naar de laatste afbeelding. Trillingen van zeer hoge frequentie, 10.000 hertz, die brengen het basilair membraan hier in trilling. En geven het op deze manier door aan de gehoorzenuw. Nou, en hier hebben ze ook nog eentje in het midden gedaan. Dat kan ook, ja. Dus maar net op wat voor toonhoogte ik praat, of wat voor toonhoogte jij muziek of geluid hoort, is de plek waar dat orgaan van Corti, waar dat dakmembraan in trilling gebracht wordt. Dat vind ik altijd wel tof, dat je dus in het slakkenhuis precies aan kan wijzen. Oh, hier hoor je dat geluid. Oh, hier hoor je dat geluid. Ja? Naast trillingsfrequentie heb je ook nog zoiets als decibel. En daar heb ik het nog niet over gehad. En dat zijn twee dingen die mensen heel vaak door elkaar halen. Dus let goed op, wat is het verschil tussen die twee? Je kan vertellen van, oké, je hebt zoveel trillingen per seconde. Hertz hebben we net geleerd. Maar je kan ook zeggen, die trilling heeft een bepaalde amplitude. Dus een bepaalde sterkte. Dan heb je het over decibellen. Ja? Dus toonhoogte of toonlaagte. Die heeft als eenheid hertz. En geluidssterkte heeft als eenheid decibel. Daar horen twee Binas-tabellen bij. En dat zijn Binas-tabellen in het natuurkundedeel 15D en 27C. Even voor de goede orde. Ik ga het nu hebben over decibel. Dus hoe hard of hoe Het heeft alles te maken met geluidssterkte, dus decibel. Nou, ze hebben hier een hele mooie afbeelding, bron 8. Geritsel in de bladeren, zacht gefluister, dan zit je ongeveer hier 10, 20, 30, 40 decibel. Als jij echt gaat stofzuigeren of naast een drukke verkeersweg staat, dan zit je echt op 80, 90. Nou, dat is al vervelend hard. Je kan er nog wel tegen, maar denk wel van, nou, het is wel harde lawaai. Een concert of een passerende trein, nou, dan ga je al richting de 100, 110. En een toeterende auto die heel dichtbij staat, een drillboor, straaljager, dat zijn echt allemaal 130, 140. Afhankelijk van het aantal decibel kun jij gehoorbeschadiging oplopen. Wat betekent dat? Gehoorbeschadiging betekent dat die zintuighaartjes van de mechanoreceptoren in het slakkenhuis beschadigd zijn. Je hebt zo hard die dingen laten trillen, dat ze eigenlijk er dus zo uitzien. Ik heb even een microscopische foto gevonden. Zo horen ze eruit te zien, die haarcelletjes onder de dakmembraan. Als jij debiel hard en ook lang geluid laat horen, dan kunnen ze stuk gaan. Ja, dus hier ook nog een keertje een afbeelding waarbij je de woorden niet hoeft te kennen hoor. Dat is Engels of Latijn, maar hier zie je weer damaged hairs
Die zijn dus kapot, geknakt, gebogen. En die worden ook niet meer heel. Dus, jongens en meiden, wees voorzichtig met harde geluiden. Want geluid kan zeker ervoor zorgen dat jij niet meer goed kan horen. En het is dus blijvend. Wat daarbij belangrijk is, is heel kort, heel hard geluid. Is niet direct super beschadigend, maar heel lang. Dus de duur van het harde geluid heeft ook zeker effect op gehoorbeschadiging. Dus ga je naar een concert en sta je met je hoofd voor de boksen, dan is dat bijvoorbeeld best wel schadelijk voor je gehoor. Ik heb een gehoortestje gevonden. Ik kan hem nu niet doen. Normaal had ik hem in de les nu gedaan. Maar wat je ziet is dit. Dit is de website. En je kan hier aanklikken hoeveel hertz er afgespeeld moet worden. Nou, ik geloof dat hij met een koptelefoon op het beste is te doen. Maar hij is ook aan het boksen te doen. Hier hoor je een heel hoog geluid. Want dit is namelijk 22.000 hertz. Ik ben 30 jaar oud. Ik zou dit misschien al niet meer helemaal goed kunnen horen. Jullie zijn, hoe oud zijn jullie? 16, 17? Jullie horen dit waarschijnlijk wel. Ja, mijn ouders, die zijn 60, 70 jaar oud, die horen dit en dit al niet meer. Dus naast dat je gehoorbeschadiging op kan lopen, is het ook gewoon zo dat naarmate je ouder wordt, die haartjes ook gewoon steeds meer kapot gaan. Gewoon door het gebruik. Ja, dus dit is wel leuk. Kun je zelf even testen hoe goed, hoe hoge tonen en hoe lage tonen kan jij horen. Ik doe de link in de dia. Nou, ga ik even terug naar de lesdoelen. Het lesdoel was, aan het eind van de les weet jij hoe trillingen een geluid teweeg brengen in het oor. Nou, dat is dus uiteindelijk door middel van het orgaan van Corti. Maar daarvoor zijn nog heel veel stapjes. Het trommelvlies, de gehoorbeentjes, het ovale venster. Perilymfe, endolymfe, et cetera. Hoe gehoorbeschadiging ontstaat, dat weet je dus nu ook. Die haartjes onder dat dakmembraan van het orgaan van Corti zijn dan geknakt. Dat was hem. Zoals beloofd zou ik nog een vraag doen. Want ik heb vorig jaar gemerkt dat deze vraag lastig was. Nou, je ziet hem hier op het scherm. Je kan hem nu gelijk eventjes maken. Ik ga hem namelijk uitleggen. Dus zet het filmpje even op pauze en denk even na over deze vraag. Goed, als het goed is heb je de vraag gemaakt. De vraag is als volgt. Gehoorbeschadiging is vast te stellen met behulp van een audiogram. Dit geeft weer welke frequenties een persoon goed en welke hij slecht waarneemt. A. Welke toonhoogtes neemt de persoon met verminderd gehoor slechter waar? Nou, voordat ik zo'n vraag maak, kijk ik altijd eerst goed naar wat zie ik hier allemaal. Het is weer echt zo'n biologieplaatje met heel veel informatie. Iemand met verminderd gehoor. Dat is blijkbaar dit. Iemand met normaal gehoor. Dat is blijkbaar dit. Ik zie in beide grafieken zie ik twee lijntjes. Dat is blijkbaar het rechteroor en het linkeroor. Want vergis je niet. Het is niet zo alsof die precies gelijk zijn. Je kan echt met je ene oor wel beter horen dan met je ander. En dan, wat zie ik nog meer? Ik zie hier HZ. Dat zal hertz wel zijn. En ik zie hier DB. Dat zal decibel wel zijn. Nou, dan heb ik net gezegd, die twee moet je niet door elkaar halen. De ene was toonhoogte en de andere was geluidssterkte. Nou, ik kijk eerst even bij iemand met een normaal gehoor. Die kan 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 hertz. Kan hij of zij allemaal wel redelijk goed horen door die gewoon heel zachtjes af te spelen. Dus nou ja, tussen de 0 en de 10 decibel hoort deze persoon die toonhoogtes gewoon goed. De persoon met verminderd verhoor hoort die toonhoogtes allemaal minder goed. Sorry. Want de persoon met geminderd verhoor die hoort 250 hertz pas als je dat op een decibel van 30 aanzet. Dat is wel flink wat meer dan dit. En ook 500, dan moet het geluid nog harder gezet worden. En bij 1000, en bij 2000, en bij 4000, en bij 8000 moet je het geluid echt hard zetten. Wil deze persoon dat pas horen? Dus volgens mij is het antwoord op vraag A. Welke toonhoogtes neemt de persoon met verminderd gehoor slechter waar? Allemaal. Want als dit iemand is met normaal gehoor, dan zie ik duidelijk dat hier alle toonhoogtes echt veel harder afgespeeld moeten worden, wil deze persoon het horen. Dus het antwoord is ook, ik heb het even gecheckt in het antwoordmodel, is
alle toonhoogtes die je hier in deze afbeelding ziet. Goed, B. Deze toonhoogtes neemt hij nog wel waar bij een hogere geluidssterkte. Wat zegt dat over de prikkeldrempel van de receptorcellen? Nou, prikkeldrempel heeft natuurlijk alles met hoofdstuk 14 te maken. De prikkeldrempel is dus volgens mij hoger geworden. Iemand met normaal gehoor, die kan het al heel zachtjes, dan verstaat, dan hoort hij al deze toonhoogtes. En iemand met verminderd gehoor, daar moet je echt hard tegen praten en pas dan neemt hij het waar. Dus de prikkeldrempel is omhoog gegaan. C. Waardoor kan de prikkeldrempel veranderen? Nou, blijkbaar bij gehoorbeschadiging, obviously. Want deze persoon heeft verminderd gehoor, dus blijkbaar is dit beschadigd. daarnaast, hoe loop je gehoorbeschadiging op, denk ik dan aan? Door heel lang aan een hele sterke prikkel bloot te staan. Blijkbaar verandert daardoor dus ook de prikkeldrempel. Ja, dus door langere tijd aan een bepaalde prikkel bloot te staan, kan dus de prikkeldrempel ook veranderen. Dus, nou, verder maak de andere opdrachten ook. Dit was een lastige, dus vandaar dat ik deze even uitleg. Kom je uit andere opdrachten niet, dan leg ik ze met alle liefde ook uit. Heel veel succes met de opdrachten en het zelf doorlezen van de tekst. En alvast een fijne meivakantie. Doei!